Ja, Bjorn, al snel was de wedstrijd beslist, denk ik. Hè. Misschien iets te snel om de jongens nog op te laden er voor 120% voor te gaan, denk ik. Of ja, het was moeilijk vandaag. Ja, dit heb ik nog niet veel meegemaakt. Ik denk dat de wedstrijd na 5 minuten eigenlijk al gedaan was. En, ja, dan is het knokken om toch nog iets van die wedstrijd te maken. Maar als je dan met 9 doelpunten gaat rusten, ja, dan weet je dat het moeilijk wordt. Ik kwam wel heel fris uit de kleedkamer. En even dacht ik, zit er misschien toch nog in. Ja, in handbal kan alles. En dat heb ik de jongens ook gezegd tijdens de rust. We hebben gewoon afgesproken om die eerste helft te vergeten. En gewoon die tweede helft vanaf nul te beginnen. En dan heb je toch wel gezien dat we kunnen handballen. En er zijn enkele jongens die wel hun kans gepakt hebben. En dat is eigenlijk wel goed om daarmee naar de volgende wedstrijden te gaan. Volgende wedstrijd, Hasselt. Een wedstrijd zonder betekenis, maar misschien wel een goede voorbereidingswedstrijd op de volgende die nog komt. Ja, tuurlijk. Die wedstrijd moet je natuurlijk ook met alle respect aangaan. Maar in principe zijn we zo goed als van die halve finale. Wel liever met een beter resultaat naar de wedstrijden tegen Vizé gegaan. Maar het is nu niet anders. En we moeten zeker met de nodige voorzichtigheid die wedstrijd tegen Hasselt aangaan. Om ons voor te bereiden naar dat tweeluik tegen Vizé. Ja, Vizé, heb je daar een speciaal plannetje voor? Want het is een heel goede handbalploeg natuurlijk. Ja, je ziet nu dat zowel Bocholt als Vizé eerste worden in de pool. Dat wil zeggen dat zij op dit moment de betere ploegen zijn in de competitie. Met Sporting en Tongeren daar redelijk kort achter. In een goede dag zijn wij tot veel in staat, maar dan moeten toch wel de puzzelstukjes in elkaar vallen.